Vandaag organiseren we onze eerste kookworkshop. En we gaan eigenlijk met rolstoelgebruikers kijken of dat de keuken die hier staat, of dat die functioneel is voor hen. We gaan hem eigenlijk tips aanreiken hoe dat zij zelfstandig kunnen koken met de producten die wij hier in ons woonlabo hebben. De vuur kunnen onder andere naar boven, naar onder. De kookplaten zijn ook anders en zo voor ons. Dus makkelijker aangepast en zo. De kasten gaan ook makkelijker open en dicht. Ja, het is in het algemeen gewoon wel verbeterd allemaal. De kookworkshop is eigenlijk oorspronkelijk een initiatief van Focus op Emancipatie. Wij zijn een vereniging die instaat voor de emancipatie en participatie van personen met een beperking in de samenleving. En wij hebben eigenlijk in het UD Woonlabo en in de PXL de ideale partner gevonden om deze workshops mee te organiseren. We hebben Chinese dingen klaargemaakt. Moet ik even nadenken op het voorgerecht en het hoofdgerecht. Nu, het nagerecht was panna cotta, dat weet ik wel nog heel zeker. We hebben een Chinees menu vandaag en we koken pak soy soep als voorgerecht. Het hoofdgerecht is een Chinese wok en als dessert hebben we panna cotta. Ik begeleid de deelnemers naar hun kunnen. Ik geef hun tips en tricks hoe ze zelfstandig kunnen leren koken. Ik geef hen ook advies omtrent de producten die aanwezig zijn en als ook de producten, de meubelen in de keuken zelf. Ja, het was inderdaad wel vrij vol, en maar het is wel helemaal goed gelukt en zo. Ja. Ik vind dat het aardig goed lukt. We hebben een hele toffe groep die vlot meewerkt. En eigenlijk alle handelingen die dat we tot nu toe al gedaan hebben, die gaan wel heel goed. Ik hoop wel dat het eten gaat lekker zijn straks, maar ik vermoed van wel, ja.